Je had het net over Art Rooijakkers. Daar maakte je een beetje druk over. Je vond het niet kunnen. Hij had gezegd over onze directie dat het witte mannen op leeftijd waren. Dat kon niet meer in deze tijd. Ja, kijk, Art Rooijakkers is geen onvriendelijke man. Maar een man die heeft nog nooit van zijn leven... heb ik hem op een mening of zo kunnen betrappen. En die maakt ook allemaal van die vriendelijke, nietszeggende programmaatjes. En plotseling is er wat voorgevallen blijkbaar. Krijgt de directie van Talpa, die mensen wordt kwalijk genomen... dat het witte mannen zijn, want dat is de grote trend. Hè? Ja, je moet zwarte mannen, homofiele mannen, transgender mannen. Maar wij hebben nou toevallig witte hetero mannen, waar ik niet zo ongelukkig mee ben. En dan zeg ik van, Art Rooijakkers, hou je bek, joh. Want wij hebben jaren bij RTL gezeten met een directie die bestond uit homo's. Hebben we er ook nooit wat van gezegd. Hmm. Maar dat is ook omdat het al vooruitstrevend is, toch? Dat is wat hij bedoelt. Ja, nee, het zal maar worst zijn of ze hetero of homo of wit of zwart zijn. Maar dat moet dat oude wijf moet zich daar niet mee bemoeien. Hij moet gewoon die programma voor huisvrouwen blijven maken die hij maakt. Hmm. En verder zijn mond houden. Voor de mening als hij mij een plezier wil doen, houdt hij zijn mond. Want het komt er ook niet overtuigend uit dat die bek van hem. Oké, hij is niet geschikte type ervoor. Dat is wat je eigenlijk zegt. Daar moet je andere mensen voor hebben. Nee. Mensen met een bek als een scheermes, die heb je nodig. Ja, met een flinke snor erboven. Ja, en goed geknipt haar. Dat werkt allemaal, ja. Bovendien, directeurtje, je kan zeggen, het is geen zware, dikke man meer. Het is een dunne, witte man geworden inmiddels, hè? Toch? Zeker. Een dunne, witte, geile hetero-man. dat ene gedeelte, dat weet ik niet helemaal. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.